3, 2, 1, actie! Hoi, ik ben Jela. Ik ben Shivano. Ik ben Mito. Ik ben Emix. Wij... Hoi, ik ben Jela. Ik ben Shivano. Ik ben Mito. Ik ben Emix. Hoi, ik ben Jela. Ik ben Shivano. Ik ben Mito. We moesten een film maken die ging over discriminatie. 3, 2, 1, actie! Hoi, ik ben... Weet je wat? We laten het gewoon zien. Wat vinden jullie van discriminatie? Heel erg. Ik vind het slecht, want mensen kunnen daar verdrietig van worden. Wat vind ik daarvan? Ik vind dat natuurlijk niet fijn. En ik denk dat mensen die discrimineren, dat zijn mensen die een beetje onzeker zijn over zichzelf, geloof ik. En die het nodig hebben om naar over anderen te denken, om zich beter over zichzelf te voelen. Waarom vinden jullie het zo erg? Dus iemand op iemand een reactie geven waar diegene eigenlijk helemaal niks aan kan doen, want die kan het zelf niet veranderen. Heeft u ooit iemand gediscrimineerd? Vast wel. Niet bewust, maar ik denk dat iedereen wel eens in zijn leven iets doet waarvan je achteraf misschien denkt, waarom deed ik dat nou? Heb ik er eigenlijk wel goed over nagedacht? Nee, ik vind ook dat alle mensen die discrimineren fout zijn. Kijk, we hebben een plan gemaakt dat bijvoorbeeld christelijke mensen Ramadan voor één dag meedoen en zo omgekeerd. Dus wat vinden jullie ervan? Ik denk inderdaad dat dat een heel goed plan is om te doen. Om gewoon eens te kijken hoe het bij een ander is. En ja, discrimineren doe je vanuit vooroordelen. En vooroordelen heb je als je niet precies weet hoe het in elkaar zit. Ik zou willen dat het normaal was dat mensen elkaar respecteren in wat zij geloven en wat zij doen. Oké. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel een goed idee, wel misschien kan discriminatie daar wel wat minder mee worden. Oké. 3, 2, 1, actie. Het is alle... Huh? Alle antwoorden komen op één ding. Oké. Alle antwoorden komen samen op één ding. Dat discriminatie fout en slecht is. Weet je wat? Dit is onze conclusie. Wijzen, dat is makkelijk eigenlijk wel gelijk, maar in feite zijn we toch gewoon des in tijden van onderscheiden. Is rustig blijven verstandig, obstakels staan gelijk, kennen uit voor nieuwe plannen. Kansen moet je benutten, ga daarachternaam. Maar hoe moet je leren werken als ze bang zijn voor je achternaam? Er is discriminatie, dat is een grote frustratie. We zitten in een lastige situatie, out.